De strafbare feiten in de zaak van ex-minister Gilmore Hoefdraad zijn tot nog toe niet bewezen. En dit zegt het verdedigingsteam van Hoefdraad. Raadsvrouw Irene Lalji voerde aan dat de ex-minister de overeenkomsten, zoals aangehaald door het Openbaar Ministerie, niet eigendunkelijk heeft afgesloten. Het zou gaan om contracten die zijn aangegaan door de staat Suriname. Het is de staat Suriname die de overeenkomst van 1 november 2019 is aangegaan. En als dat in de telastenlegging niet staat, dan begrijp je wel welke richting dat uit moet gaan. En verder nog, in de overeenkomst wordt verwezen naar een missieve van de Raad van Ministers, waarbij toestemming is gegeven aan de minister van Financiën om de overeenkomst aan te gaan namens de staat. En wij hebben gesteld, als je in je telastenlegging vindt dat de minister van Financiën en de president, de governor Centrale Bank, hebben bekokstoofd om overeenkomst te tekenen in strijd met de wettelijke voorwaarden, wettelijke procedure, wettelijk voorschrift, dan moet je de hele RVM hier zetten dagwaarde. Het in Nederland gevestigde onderzoeksbureau Kroll is door het OM ingehuurd om de contracten getekend door Hoefdraad na te gaan. De conclusie is dat de contracten gesloten met diverse bedrijven geen nadelige gevolgen hebben voor de staat Suriname. Het uitbetalen van voorschotten is volgens het onderzoeksbureau en de advocaten van Hoefdraad een vrij normale zaak. Aan dit proces hebben wij dus op 5 maart jongstleden gehad een deskundige rapport. Dat is geweest van het bureau Kroll, het rapport Kroll noemen wij dat. En het rapport Kroll heeft uitgewerkt in de samenvatting en komt erop neer dat de bedragen die genoemd zijn in de overeenkomsten met Clairfield bedragen zijn waarbij de vergoedingen die overeen zijn gekomen liggen binnen een reeks van redelijke vergoedingen. Dus met andere woorden geen nadelige financiële contracten. Clairfield heeft daarin ook gezegd, ja, deze non-refundable fees, ik ga slechts declareren voor uren dat ik gewerkt heb. Het is niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen ex-minister Gilmore Hoefdraad wordt voortgezet.